Leven alleen maar treurig. We maken alleen maar treurige klanken. Ik vraag me af, waarom leven we eigenlijk? Nou ja, om muziek te maken, bijvoorbeeld. Brood bakken. Minister zijn. Putjes scheppen. Ja, ik vraag me af. Ja, de mensen vragen zich zoveel af. Ja, waarom leef ik? Waarom doe ik dit? En waarom doe ik dat? Ik vraag me af. Speel ik voor jullie? Ja, ik vraag me af. Waarom ben ik geboren? Ja, ik vraag me af. Zeg, zal ik nu maar doodgaan? Ja, maar daar heb je geen fluit over te zeggen. Wat gebeurt allemaal met je? Ineens ben je pitje schepper. Nou ja, of straatmuzikant. Nou ja, je kunt even goed minister zijn. Ach, van ach. Ach. Nou ja. Ik heb wel eens gedacht, ja, als ze mij president maakten, hoe zou dat zijn? Ja, maar ja, dan heb ik geen tijd meer om fluit te spelen. Ja. Nou ja. Daarom speel ik nog maar even fluit, piano. Nou ja, spelen. Rotzooien. Maar ja. En straks ben ik minister, ja. Van sociale zaken. Nee, nee, nee.
minister van oorlog. En dan schrap ik het leger af. En dan denk ik erover om ook minister van financiën te zijn. Ik schrap de belasting af voor 2 jaar. En ik bespreek het met Reagan en Brezhnev. Wie is dat? Oh, die putjes scheppen daar in Rusland. Nee. Een groot diplomaat. Nou ja. Dus, hoe heet die vent ook alweer? Van der... Oh ja, 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 van der Klauw. Nou ja, haha. Het is geen leuke naam, maar... Een reuze vent, hoor, maar ja. Hij doet zijn best. Hij reist naar Arabië. En dan reist hij naar Amerika. Hij krijgt... Nou ja, dan gaat hij naar Israël. Hij krijgt gewoon het heen en weer van. Hij gaat ook heen en weer. Verdomme, dan moet ik ineens aan die spaghetti denken. Die gaat ook heen en weer, die gaat in je maag. Nou, je poept hem er weer uit. Zo doen we ook met ministers en straatmuzikanten en wielrenners. Ze worden ineens, ja, ze zijn beroemd. Ze worden weer uitgepoept. Moet je niet erg vinden. Je hebt die mensen. Nou, ze lullen gewoon te veel. Ze zeggen te veel. Ze willen hun eigen stem horen. Ja, daar heb je ook zo'n vent, Kochjes. Ik mag geen reclame maken. Maar hij zegt dat hij platen gaat maken. Wat een lul. Hé joh, je moet. Nou, je moet gewoon hem zijn gang laten gaan. Je moet hem een combo geven. En dan zeggen, nou, het gaat erg lekker, jongens. Nou, zo gaat het met jullie ook, hè. Je moet gewoon lol in hebben, hè? Gewoon lol. En dat is het leven. Wij spelen gewoon. Nou, ik speel fluit, hè. Ik vergeet al de namen. Hij speelt basgitaar en hij speelt op de saxofoon. Hè? En die vent die er net piano speelt, die speelt nou weer, nou ja, op een elektrische gitaar, zo'n ding met een versterker. Ze moeten ook altijd harder zijn dan het eigenlijk kan. Nog harder dan het kan. Daar hebben ze een apparaatje voor, apparaten. Vol met spaghetti. Ze zijn zo vol met spaghetti dat ze het bijna niet meer doen. Nou, je kan mij doen hoor. Nou, laat die Kocht maar spelen, ja. Straks is een tong verlamd, dat kan niet meer. Laat hem dan maar even. Oh, het gaat nog. Vals. Met wat vals?